Sander van het Zandt, zojuist een rondleiding beëindigd hier op de Reestlandhoeve. Dat doet u vrijwillig? Dat doe ik als vrijwilliger. Ik ben wel werker in de wijngaard, maar van professie ben ik predikant. Dus dan ben je ook een beetje werker in de wijngaard. Maar dit is een hele andere manier van werken in de wijngaard. En ik doe dit als vrijwilliger. Geweldig. U heeft ook hier druiven. Je kan het ook leasen, heb ik begrepen. Ja, ik ben 6 jaar geleden getrouwd. En toen kregen wij op ons trouwfeest een doos met 6 flessen witte wijn. Reeslander wijn. En dat smaakte naar meer. Toen zijn we hier gaan kijken. En toen heb ik op mijn verjaardag een keer een lease-certificaat gekregen van mijn vrouw. En mijn vrouw heeft daarna zelf voor haar eigen bedrijf ook een lease-certificaat genomen. Dus wij hebben beide 10 wijnstokken geleased. Het leuke van het leasen is dat je dan niet alleen dus je flessen wijn krijgt, maar je wordt ook het hele jaar door uitgenodigd om te komen werken. Dus wij, mijn vrouw en ik, zijn hier eigenlijk als er echt wat te doen is op de wijngaard. Het 's winters met het snoeien, met het leiden, met het oogsten. Dan zijn we hier, want het is leuk. Ja, het wijnstokken leasen, dat betekent eigenlijk dat iedereen kan hier wijnboer of wijnboerin worden op de Reeslandhoeve. Dan word je dus wijnboer van 10 stokken. En dat geeft het recht op 12 flessen wijn. En stel dat je vandaag instapt, dus in 2014 instapt, dan ga je mee voor de oogst 2014. Daar zitten gewoon een aantal leuke activiteiten aan. Zo kan je, krijg je in januari een uitnodiging om mee te gaan naar de wijnmakerij, om te proeven uit het vat. In mei is dan de voorjaarsproeverij en dan maak je dus de keuze uit je 12 flessen. Je hebt gratis toegang tot het wijnfeest, extra wijn krijg je korting op. Ja, het is eigenlijk een klantenbindingssysteem en we proberen daarbij zoveel mogelijk mensen te betrekken bij ons bedrijf. Dat is eigenlijk de achterliggende gedachte. U heeft net een groep rondgeleid. U heeft ongetwijfeld iets verteld over de klassieke muziek en Mozart. En waarom dat in de wijngaard te horen is. Er is een experiment met de Lambert Universiteit van Wageningen. Om te kijken van wat dat doet met de druiven. In Wageningen gaan ze ervan uit dat die klassieke muziek goed is voor de groei van de druif. Dus dat is een experiment vanuit Wageningen. Hier. Bas Huisman, zoon van John en Wilma, heeft hier ook eigenlijk een beetje zijn eigen business. Bas, vertel eens, wat doe jij? Ik maak van het druivenhout, van de wijnranken die hier achter mij staan. Daar maak ik rookhout van, gewoon van het snoeihout. Dat versnipper ik en zodoende verkoop ik het zeg maar als druivenrookhout. Ja, en wat kunnen de mensen met het druivenrookhout doen? Als ze een gasbarbecue hebben of een kolenbarbecue. Dan kan het gewoon op de kolen worden gestrooid, want bij een gas haalt hij de roosters eraf. En dan aluminium bakjes en daaraan in het rookhout plaatsen. Nou, en dan de roosters erop. En dan lekker gaan barbecuen. Wat heeft u in de aanbieding? Wij hebben een gemarineerde shiitake paddenstoel uit Balkbrug. Daarbij een lichtgerookte champignon gevuld met een appelsalade met crème fraîche. En we hebben een Reesdal pastrami
van een rund wat heeft gelopen in het Dreestal. Van de bosfilet hebben we pastrami gemaakt op lage temperatuur gegaan en gevuld met de truffelmoes. Het water loopt me rond de mond. Ja, ik ben de mosterchef van Nederland, Johan Drent, kom uit Ommen. En, ja, ik werk al veel met de wijnen van de Reeslandhoeven bij Hotel Paping Ommen, waar ik chef kok ben. Maar ja, ik kan hier niet anders staan natuurlijk ook met de mosselen, hè, dus daar past perfect bij. Het seizoen is nu op het top, hè? Ja, het begint nu volop te komen, dus de kwaliteit van de mossel wordt nu beter. Ze beginnen wat groter te worden en eind september, oktober, dan zijn ze helemaal, dan heb je er gewoon een supermossel. We proberen zoveel mogelijk met streek, biologische seizoensproducten te werken. Kijk, het gaat natuurlijk met mandarijntjes en ananas, dat wil nog steeds niet uit het Vechtdal. Als de winters een beetje zachter worden, dan gaat het misschien ook nog lukken. Maar verder zoveel mogelijk met streekproducten en biologische producten uit de buurt. Ja. Like a sound you hear that lingers in your ear, but you can't forget from sundown to sunset. Na-na. It's all in the air, you hear it everywhere, no matter what you do, it's gone. Goed uit, de oogst voor dit jaar. Ja. Kun je bij benadering zeggen wat je nou produceert zo'n seizoen als nu? Nou, we hadden vorig jaar volgens mij rond de 23.000 flessen. Ik denk dat we dat dit jaar ook gaan halen. Misschien iets minder, maar het zal er zeker in de buurt komen. Goede oogst. En die kun je allemaal afzetten, denk je? Ja, dat moet. Tuurlijk. Tuurlijk. We bouwen nog een extra feestje. When you hear the beat, you wanna patch your feet. And you got to move, cause it's really such a...